Goedenavond, lieve kijkers. Daar ben ik weer. Vandaag sta ik bij de herfstmeetup van Roze Maandag. Ik denk dat iedereen Roze Maandag wel kent, vooral van het feestje op de kermis in Tilburg. Maar ze hebben nu ook een herfstmeetup gedaan. En wat ze daar eigenlijk mee bedoelen is dat ze de campagne Label me gerust, maar stop niet bij één label, verder willen uitlichten. Van, nou, waar staat het dan eigenlijk voor? En als je het hebt over labels, is dat dan per se een slecht ding of een goed ding? Nou, zoals je ziet, lekker druk. We zijn inmiddels toegekomen aan de Bommel. Maar onder andere onze wethouder staat, Marcella Hendricks. Die is verantwoordelijk voor onder andere cultuur, maar ook homo en motivatie binnen Tilburg. Die staat toevallig naast me. Dag Marcella. Hallo. Je was er niet heel de avond bij, maar ik vond, ik had heel kort even tegen jou gezegd. Ik vond het zo mooi dat je op het laatst zei dat je een bepaalde energie voelde in deze meeting, maar bij deze bijeenkomst. Mijn vraag is dan een keer een beetje omschrijven wat er is. Ja, dat is natuurlijk lastig om dat via de camera duidelijk te laten maken. Want dan op camera zie je dingen, maar je voelt het niet. Maar ik kwam hier later binnen, dat weet je. En ik kwam uit een officiële bijeenkomst en ik kwam hier en toen dacht ik, weet je, dat is gewoon een goede vibe, zou je zeggen. En ik denk dat het erover gaat. Het ging ergens over. En uiteindelijk gaat het erover van wij zijn van elkaar. En je kan elkaar eindeloos labelen, maar uiteindelijk ben je van elkaar. Ik ben voor jou, jij bent voor mij. En wij moeten samen de stad vormen. Maar dat was ook met een soort humor en een gevoel van we horen ook bij elkaar en we willen dit ook met elkaar ook naar anderen brengen. En nou, dat is dan die energie die je voelt. En dat zie je eigenlijk ook nu, want ja, dat zien jullie niet. Nee. Maar kan je dat opdraaien? Ja, maar dan moeten we zelf even ook laten even zien. Kijk, dat al die mensen daar, zeg maar, ja, die zijn er nog allemaal, zie je? Ja, dat is goede energie. Ja, en dat is niet normaal, hè? Nee, dat is goede energie. Dus dat is dan. Dus ik, Marcella, als jonge vrouw, ik ben samen met een vrouw. Maar zeg, heb je het over jou? Ja, heb je het over mij, want ik ben geen jonge als vrouw meer. Als jonge vrouw, ik ben samen met een vrouw. Ik heb daar nog nooit geen opmerking over gehad. Ik zit in een vriendengroep waarin wij eigenlijk alles met elkaar bespreken. En dan denk ik, nou, Tilburg is toch een moderne stad. Zo'n Roze Maandag, zo'n emancipatie. Dat is toch helemaal niet meer nodig. En ik ben heel blij dat je dat voor jezelf zo ervaart. Ja. Maar ik weet, maar volgens mij weet jij dat ook, dat er echt heel veel mensen zijn die zouden willen dat ze dat konden zeggen wat jij nu zegt. Ik ken heel veel jonge mensen die nog steeds aan het nadenken zijn, ga ik het wel of niet vertellen. Ik ken heel veel jonge mensen, maar ook oude mensen trouwens, die zeggen ik durf nog steeds niet hand over hand in de straat te lopen. Wij hadden ook laatst een bijeenkomst en toen vond ik het eigenlijk weer heel schijnend om te horen. Dat de meeste mensen die mannen die vroeg worden op mannen, die zeggen van nee, over straat loop ik eigenlijk nauwelijks van te doen. Ja, dat vind ik eigenlijk heel erg. Ik ook. En volgens mij, onze maandag is het is geweldig dat we hier begonnen zijn met een feestje. Maar we moeten zorgen met elkaar dat we eigenlijk het hele jaar dat feestje kunnen vieren als het gaat over de liefde. Nou, daar gaat het over. En daarom is het goed dat we dus niet alleen op onze maandag, maar ook op al die andere dingen erover hebben. Gaan we samen aan werken? Zo is dat. Wij gaan nog even praten. Oké.